test. Maasduinen Centraal, nieuws uit eigen regio. Dan gaan we er met z'n drieën. De eerste geborene in Well in 1952, dus weer 72 jaar geleden. Waar 30 Russische gezinnen zijn ondergebracht. En we hebben een goed leven gehad. Arno denken, iedere dag en ieder uur. Ja, dat is mijn duifke wel. Mooiste in heel Limburg. Mooist van alle Noord. Verbonden door vriendschap. Bij mijn start als burgemeester kreeg ik direct deze uitnodiging om een korte, dat is een hele uitdaging, een toespraak te houden voor deze gelegenheid. Een reunie waarbij een vriendschapsband tussen de voormalige bewoners van de Oude Molen en de Wellenaren centraal staat. Gezien mijn verblijf in Indonesië als cultureel attaché, ik ben daar bijna 4 jaar geweest, vond ik dat juist aansprekend. En ik maak graag gebruik van deze kans om kennis te maken met dit hoofdstuk ook uit de Welse geschiedenis. Maar wat ga je nu eigenlijk vertellen? Want er is al heel veel gezegd. En ik leer iedere dag weer bij. Ik wist ook niet eens dat we een Wels volkslied hadden. Wat leuk. Dat is weer heel bijzonder. En ik weet nog de eerste week, ik was nog niet burgemeester. We gingen hier wandelen. We zaten op een vakantiehuis door de bossen heen. En wat was het toch prachtig. Mooie bloeiende bosjes. En we dachten, hé, dit hoort hier toch helemaal niet thuis? Wat is dit? En de vogeltjes allemaal, was echt heel mooi weer. En dan kwamen we de bocht om, zo'n beetje zo vandaar. En dan zagen wij die bank. Wat een verrassing, echt. En daarom vind ik het een hele bijzondere uitdaging om ook toch een beetje terug te grijpen op de complexe relatie ook. Die in die tijd heeft gespeeld, maar die ook veel veerkracht kent van ons allemaal, denk ik. Ik richt me vooral op het symbool van de vriendschapsbank. En het motto verbonden door vriendschap. Het is een heel aansprekend thema. Want mensen die mij al een beetje hebben gehoord, in die 2 maanden, ik ben pas 2 maanden hier, is dat echt een van mijn thema's. Ik kom niet uit Nederland. Ik ben hartelijk ontvangen. En vriendschap is voor mij heel belangrijk. En vooral ook een vriendschap met Limburg. Dat was mijn tweede geboortestreek, zo noem ik het. Dus ik ben geboren in Duitsland. Maar ik ben hier heel hartelijk ontvangen. Dus ik kan dat helemaal inleven hoe een warm bad dat kan zijn. Vandaag werken we eraan, dat is ook heel mooi, om de banden te versterken. Omdat ik vind dat de Molukse gemeenschap, die heeft echt een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de Nederlandse samenleving. Dus kunst, cultuur, sport, politiek, je ziet het overal. Maar het is niet altijd even duidelijk. En het is cruciaal dat we blijven luisteren naar elkaar. Elkaars geschiedenis erkennen. En samen bouwen aan een inclusieve samenleving. Dat heet zo, maar dat we... Ja, wij zijn één. We zijn niet verschillend. En wederzijds begrip en respect, dat is daarbij heel belangrijk. Voor de toekomst van de gemeenschap. En ik wil me echt bedanken aan de organisatie dat ik deze uitnodiging heb gekregen. En mogen wij deze traditie nog lang behouden. Echt, ik dank jullie wel allemaal dat ik dit mocht doen. Het raakt me. En heb ook veel plezier. Dus muziek is fijn en ook zo dadelijk lekker makan. Hè, dus, Applaus. En ik dank jullie. Dames en heren, dank u wel voor uw aandacht voor deze toch wel indrukwekkende
korte ceremonie die iets langer duurde als dat. Maasduinen Centraal, nieuws uit eigen regio.